hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze. 2 Timotheus 3, vers 5. Uit de kerken hoor je tegenwoordig veel over aanbidding. Liefst met de handen omhoog. Zeker men is godsdienstig. Maar waarom keren steeds meer zich van het geloof af? Waarom kun je met niemand een gesprek over het geloof hebben? Iedereen haast zich naar de koffie, of in de kerk of thuis. Is er dan niemand die geraakt is door de preek? Wat is het verschil met de wereld? Dat men naar de kerk gaat en iets gelooft? Misschien gelooft men zelfs in een God. Maar dat doen de demonen ook en zij sidderen. De wereld is door de goddeloze media diep doorgedrongen, ook bij de kerkmensen. We leven helemaal bij het gedachtegoed van de Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Of geen God en geen mensen, meester. Van vakbonden, emancipatiebewegingen, homohuwelijk. Iedereen moet gelijk zijn. Dan ben je politiek correct. Vluchtelingen, we moeten ze binnenlaten. Iedereen is gelijk en moet een broeder of zuster met gelijke rechten zijn in de wereld, ook in de kerk. Een paar stribbelen soms nog wel een beetje tegen, maar over de grote lijnen zijn ze het eens. En daardoor zijn ze wereldgelijkvormig. Dat kan voor een christen helaas niet. Want de God en meester van de christen zegt, en dat is een opdracht die gehoorzaamd moet worden, gij geheel anders dan de wereld. Het gedachtegoed uit de Franse revolutie was een geestelijke macht, waardoor de gehele westerse wereld misleid is. Het heeft de mensen gehandicapt gemaakt. Men is blind voor geestelijke machten. Ze staren zich letterlijk blind op de mens, of op het hier en nu, het materialisme. En daarom zijn ze een gemakkelijke prooi. Vroeger was dat anders. Toen Balak, de koning van de Moabieten, zag dat Israël 2 veel machtiger koningen overwon, zag Balak daar een geestelijke macht achter. Balak liet Biljam komen, een geestenbesweerder, om Israël te vervloeken. Want, hij zei tegen Biljam, wie gij zegent zal gezegend zijn, maar wie gij vervloekt, die is vervloekt. Maar er was een nog veel grotere geestelijke macht dan Biljam. De christenen vandaag zijn verder afgedwaald dan Balak. Ze zijn blind voor geestelijke machten. Ze hebben jarenlang een vals evangelie gehoord en geloven nu dat God alleen liefde is. Dat hij wil dat iedereen in de hemel komt. Ze vergeten dat God vooral rechtvaardig is. Hij straft de zonde. Ook de zonde dat iemand zich laat misleiden. Men heeft immers niet naar God geluisterd, maar naar iemand anders. Dat deed Eva ook. Nu deze geestelijke macht zijn doel heeft bereikt, is ze ook uitgewerkt. Een andere geestelijke macht komt op, de islam. Het spotten met God en zijn gebod, daar moet een einde aan komen. Maar de politiek, blind en doof, ziet dit niet en de afgevallen kerk evenmin. Maar die geestelijke macht komt, net zoals die eenmaal onder gelijke omstandigheden in Klein-Azië gekomen is. Paulus schrijft daarom, onder welk is Hemenius en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. 1 Timotheus 1, vers 20. De Satan overgegeven, dan stopt het lasteren. Zo gaat het met mensen die zich laten misleiden. Ze hebben het geweten, zegt de Bijbel, maar de waarheid en ongerechtigheid ten onder gehouden. Daar is zeker nog een vorm van christenheid in de kerk. Maar de kracht van het evangelie ontkennen ze.
De Bijbel roept ons ware christenen op een afkeer te hebben van deze mensen en kerken. Hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochend hebben, hebben ook een afkeer van deze. Ze noemen zich christelijk, maar loochenen de goddelijke verkiezing. God heeft ons voor de grondlegging der wereld uitverkoren. Wij uit onszelf kunnen nooit voor God kiezen. Als God ons niet geestelijk geboren laat worden, blijven we werelds en ondankbaar. Ze loochenen de zondeschuld, vaak in samenhang met de goddelijke schepping in de zondeval. Net als de natuurlijke mens, en ze zijn ten diepste natuurlijk, ontkennen zij dat we in zonde ontvangen en geboren zijn, dat we uit onszelf goden niet kunnen behagen. Ze kennen geen zonde, preken er niet meer over en hebben ook Christus niet nodig. Ze loochenen de goddelijke verkiezing, Gods soevereiniteit. God mag bij hen niet over de mens die hij geschapen heeft beschikken. God moet net als de mensen het gedachtegoed uit de Franse revolutie aanhangen. God mag niemand naar de hel sturen. Ze geloven zo sterk in deze dwaling dat de mens zelf wat kan. Dat hen niet opgevallen is dat de mens niet niets is en niks te beschikken heeft. We hebben niet in de hand waar we geboren worden. Of we man of vrouw zijn. Of we ziek dan wel gezond zijn. Arm of rijk. En wat hebben we over ons stervensuur te vertellen? Zo ook niet of we tot Gods volk behoren of niet. We hebben nederig tot God te komen, niet opgeblazen, de dingen jezelf toegeëigend. Ze geloven niet in de God zoals hij zichzelf in de Bijbel geopenbaard heeft. Ze hebben hun eigen beeld van God en dat is een afgod, even nietszeggend als hun preken. Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingegaan. En door de verleiding van het loon van Balim zijn zij henen gestort. En zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijd. En als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrezen. Ze zijn waterloze wolken, die van winden omgedreven worden. Ze zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Dat oordeel is hard, omdat ze de waarheid niet lief gehad hebben, maar de tegenwoordige wereld. Ze waren geen pelgrims, maar afgodendienaars. Was de kerk een plaats waar hij het evangelie kon horen? De kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft? Maar ze is geworden om het met Petrus woorden te spreken. Deze zijn waterloze fonteinen. Gaat uit van haar, mijn volk. Is het dan zo erg? Ja, ze missen het werkelijkheidsbeeld en gaan daarom voor eeuwig verloren. Eeuwige hellesmart, zonder God. Ook dat geloven ze niet, maar het verandert aan de situatie niks. Ze zien God niet als de hoge almachtige God en zichzelf niet als stof en as. En dan nog laagdrempelige diensten houden. Mocht er ook een wereldling God zoeken en in de kerk komen, dan verwacht hij of zij wat van God in het evangelie te horen. Niet dit mateloos lege werelds gedoe. Heb een afkeer van deze. Dat moet iedereen hebben. Nee, het ware evangelie is helemaal anders. God schiep deze wereld. En Big Bang, daar was het. Hij maakte de mens van stof der aarde. De Satan kwam en de mens wilde als God zijn. En geloofde de Satan en werd doemwaardig voor God. God had de gehele mensheid geen onrecht aangedaan als hij ze in één keer verworpen had. Maar hij koos in zijn oneindige genade ervoor sommigen uit het menselijk geslacht te redden. Hij zond zijn zoon, die de schuld
die de mens niet anders kon dragen dan een eeuwigheid in de hel te verkeren, op zich nam en ons met God verzoende, zodat wij weer onverschrikt voor God kunnen verschijnen. Mozes, die dicht bij God kwam, zei: ik ben een en al vrezen en beven. Kennen we dat? Voor God? Allen die God dit geloof geeft, worden ootmoedig en dankbaar. Ze gaan voor God leven. Ze weten dat ze zondaars zijn en dat brengt hen bij de hemelpoort. Jezelf als zondaar weten, dan rust je niet totdat de Heer Jezus ook de jouwe is. Heere, wees mij zondaar genadig. Daar wil God naar horen. Ga terug naar het Bijbels geloof. Alles van God gekregen. Hem eeuwig dankbaar zijn. Paulus heeft het uitdrukkelijk verkondigd. Het welk de grond is van alle wezenlijke en oprechte vernedering voor de hoge God. Het welk door de hervormers Luther en Calvijn krachtig en standvastig is beleden en verdedigd als het bolwerk van de zuivere evangelieleer, die alle eigen rechtvaardigmaking en alle rechtheid van mensen vrije wil ontkent en uitsluit. Met andere woorden, we belijden dat het allemaal van God moet komen. We kunnen niets bijdragen. Dat geeft de juiste houding naar de almachtige God. Dat is het historisch christelijk geloof. Zoals de Bijbel dan ook zegt: gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende. Voeg bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn, en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, verre van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker.